Een afscheid vol tranen en knuffels. Leerlingen van groep 8 van basisschool Helmerhoek vinden het jammer dat de school zoals zij die gekend hebben nu gaat verdwijnen. Ik vind het heel jammer, want het was een hele leuke school, maar ik snap het aan de ene kant wel, want het was wel steeds kleiner, maar ik vind het wel jammer. Dan kun je nooit meer zeggen van, als dit school wordt afgebroken, kun je nooit meer zeggen, ja, daar zat ik op school. Er is voor een fusie gekozen, omdat er twee basisscholen openbare in de wijk staan. Qua kinderen wordt het steeds minder. En omdat wij dit gebouw uit moesten, we werkten al wel met bepaalde dingen samen. Maar omdat we hier nu uit moesten, is het eigenlijk een beetje versneld. Alleen de kleuters, die worden al samengevoegd. En de bovenbouwklassen blijven nog zo als ze waren. Met ook de leerkrachten zoals ze die, zeg maar, van de oude school kenden. De reden is dat de gemeente de gebouwen gaat verkopen. En waarom voor dit gebouw is gekozen? Het ligt het verst weg van de centrale scholen, allemaal bij het wijkcentrum. Dus het was een logische stap. En wat ermee gaat gebeuren is eigenlijk een hele grote verrassing. Voor iedereen, voor ons ook.